Ik ben opgegroeid in een ondernemersfamilie, maar tegelijk een hele creatieve familie. En ik heb denk ik van beide kanten wel wat meegekregen. Toch heb ik gekozen om na mijn middelbare schoolopleiding de detailhandelschool te gaan bezoeken met als doel een eigen zaak te beginnen. Wat ik later ook gedaan heb met mijn partner. En dat was ook best een goede keuze, want het ging goed. Maar het creatieve begon wel te kriebelen en zocht een uitlaatklep. Daar heb ik toch wel een aantal jaren naar gezocht, tot ik op een dag een cursus ging doen in beeldhouwen in Amsterdam, samen met mijn zus. En dat was liefde op het eerste gezicht. Ik heb jarenlang cursussen gevolgd, beeldende vormgeving, beeldhouwen, marmerbewerking. En ik ben ook jarenlang periodes in Italië op de internationale beeldhouwacademie daar geweest om me verder te bekwamen. En daar ook kennis gemaakt met marmer en de marmerbewerking daar en heel veel over geleerd. En dat is eigenlijk wel mijn favoriete materiaal gebleven om in te werken. Ik werk dus in verschillende steensoorten en dit is een serpentijne, die is relatief zacht, die kun je met de hand bewerken. En ik ben nu in de fase dat ik de laatste dingen met een rasp in model breng. En eigenlijk is die van A tot Z met hamer en beitel in vorm gebracht en nu is het een kwestie van de lijnen strak maken en dan kan ik hem met schuurpapier uiteindelijk helemaal polijsten. En delen van deze steen laat ik ook ruw. Dat is wel mooi van serpentijn. Dat is een steen die in knollen in de grond gevonden wordt. En dan heb je dus een grillige vorm waarmee je dus aan de gang kunt en die dus een totaal andere uitstraling krijgt dan een beeld wat je uit een gezaagd blok marmer haalt. Dus een beetje organisch, warmer ook qua uitstraling. Als afwisseling heel leuk om te doen. Want al die soorten stenen hebben allemaal wel hun eigen manier van bewerken en techniek die je ervoor nodig hebt. Maar één ding hebben ze allemaal gemeen, je moet er enorm veel geduld voor hebben. Ja, ik werk dus van heel figuratief naar volledig abstract. Nou, dit is dan echt een figuratief voorbeeld. Maar wel op een manier waarop het ruwe materiaal dus meespeelt in de vorm. Eigenlijk het zachte en het... Het lichaam versterkt, het zachte van het lichaam versterkt door het ruwe materiaal wat er omheen nog aanwezig is. Wat meteen ook door de aanwezige haksporen een bepaalde authenticiteit heeft en laat zien hoe het tot stand gekomen is, hoe het materiaal van oorsprong was. Nou, wat ik ook altijd leuk vind is beeld maken gecombineerd met ander materiaal. En dat is ook met enige regelmaat roestvrij staal. Daar zie je hier een voorbeeld van. Dit is een beeld in zwarte marmer. Het heet Noir de Mazie. Het is gewoon diep zwart zonder enkele tekening. Vraagt wel wat voor de afwerking trouwens. Want je ziet echt alles. Maar het is ook gewoon waanzinnig mooi. En de combinatie met roestvrij staal vind ik dan ook heel sterk. Maar dat is natuurlijk persoonlijk. Het heeft ook een verhaaltje, heb ik niet bij ieder beeld, maar bij deze wel. Want het is namelijk geïnspireerd door een paar keer dat ik in Afrika geweest ben. En daar ook meegemaakt heb dat de mensen daar ontzettend gebrand zijn om naar het rijke Westen te komen. En daar dus gewoon bijna alles voor over hebben. En daarop is eigenlijk het idee ontstaan om een soort van Afrikaans profiel te maken, zoals je hierin misschien wel herkent. En
het beeld heeft geen ogen. En dat is eigenlijk ook bewust, omdat men daar zich gewoon blind staart op het Rijke Westen. En het beeld heb ik daarom ook Staring Blind genoemd. En het heeft ook een tijdje in een museum in Friesland gestaan. En er is een mooi artikel over geschreven. Nou, dat zo mooi kan ik het niet vertellen, maar het was heel mooi weergegeven. En ja, dat is dus eigenlijk iets wat ontstaan is door een ervaring. En dat is een andere inspiratiebron. Ik werk nog steeds periodes in Italië, ieder jaar, vrijwerken. Ja, in de prachtige omgeving van de beroemde Carrara-groeves. En ja, daar heb je natuurlijk ook het mooiste marmer ter wereld is daar te krijgen. Dus dat is alsof je in één grote schatkamer loopt daar. En ja, onder andere het werk waar ik daarmee bezig ben na een periode, wordt dan vaak nagestuurd naar Nederland met de vrachtwagen. En daar komt vaak ook ruw materiaal bij wat ik daar gezien heb. En alsof ik nog niet genoeg heb, maar ik kan het toch niet laten. Ik zie het en ik wil er zo voorbij lopen, maar uiteindelijk gaat het wel mee in de kist naar Nederland. Dus ja, daar werk ik dan hier in mijn atelier aan de Herengracht graag weer mee verder.